bij deze nieuwe video. Vandaag weer een heel veel aangevraagde video. Ik had ook een poll gemaakt op mijn Instagram verhaal met welk make-up merk willen jullie zien in mijn video's. Er werd massaal gestemd op Essence. Dus vandaag de full face make-up met allemaal Essence producten. I love Essence. Essence en Catrice vind ik twee hele fijne make-up merken. Super betaalbaar. Het is wel vaak een beetje hits en misses. Sommige zijn echt wow en sommige producten denk ik echt van nee. Zelfs niet voor die lage prijs. Jullie hebben mij al heel vaak gehoord over vooral de Essence mascara's. Hoe geweldig ik die vind. Die heb ik vandaag ook weer nieuw gekocht. Ik heb hier een heleboel met allemaal Essence make-up die ik heb aangeschaft. Vooral speciaal voor deze video. En we gaan dus gewoon vandaag allemaal spelen met Essence make-up. Allemaal gekocht bij de Kruidvat, zoals je ook kunt zien op de bon. Je kunt ook bestellen bij de Kruidvat. Dus mocht je vandaag iets zien wat je graag wilt, je kunt ook gewoon bestellen. Dan hoef je niet naar de winkel. Maar je moet daar wel verzendkosten betalen. Dat wel. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo help je mij echt heel erg. Want zo groeit mijn kanaal. En dan heb ik ook lekker veel motivatie om deze video's te maken. Want zoals veel van jullie weten heb ik ook gewoon een 40 uur baan. Dus ik werk echt heel hard voor mijn kanaal om het nog naast mijn werk te doen. Dus laat vooral alleen maar daarom al een like achter. En dan gaan we gewoon snel door met de video. Nou, ik zit klaar. We kunnen helemaal beginnen. Mijn wenkbrauwen zijn gedaan. Ik heb mijn ogen ook al gepruimd. Ik was nog bij Essence op zoek naar een oogpruimer, maar ik kon er echt geen vinden. Dus heb ik gewoon even eentje van mezelf gebruikt. Ik heb hier de hele bon. Ik hou die bij de hand, zodat ik ook kan vertellen hoe duur alles is meteen. In totaal was alles €48,65. Dus dat is echt heel goedkoop voor een full face. Met make-up. Ik moet wel echt zeggen, ik voelde me eigenlijk zo geflasht. Ik zag op tv een reclame van de Kruidvat van alle make-up 1 plus 1 gratis. En ik was al aan het denken om een Essence make-up video te maken, omdat er echt heel veel naar werd gevraagd. Dus ik dacht, dit is het perfecte moment om Essence make-up te gaan slaan. Om een full face of Essence te maken. Nou, ik naar de Kruidvat, ik allemaal make-up gepakt bij de Essence. Sta ik bij de kassa, is dus die actie met uitzondering van Essence en Catrice. Ik dacht echt bij mezelf, en echt, die promo is echt super groot. Alle make-up 1 plus 1 gratis. En dan staat daar zo onder, met uitzondering van Catrice en Essence in het klein. Denk ik bij mijn eigen. Terwijl ik ben altijd wel een persoon die echt goed leest, omdat ik wel altijd waakzaam ben voor dat soort dingen. Omdat ik altijd weet dat ze dat soort grappen uithalen. Maar dit keer ben ik er ook gewoon ingetrapt. Maar ja, ik heb het toch gewoon alsnog gekocht. Want ja, €48 is niet heel veel geld voor al deze make-up. En ik wilde de video toch gewoon maken. Maar ja, dit was even mijn faal moment die ik wilde delen met jullie. Nou, we gaan eerst beginnen met de ogen. Ik heb hier de Essence Create and Transform My Wonder Eye Palette. Dit paletje van Essence is vrij nieuw. Er zit ook zo'n papiertje overheen waar het allemaal op staat waar alles voor is. Dit paletje is €8,99 en er zitten echt vrij veel kleuren in. En zelfs twee wenkbrauwkleurtjes. Deze zijn zogenaamd voor wenkbrauwen, maar je kunt natuurlijk ook gewoon als oogschaduw gebruiken. Er zitten ook twee kwastjes in die ik niet ga gebruiken. Hierop staat dus dat dit allemaal voor oogschaduw is. Dit zijn dus allemaal oogschaduwen. Dit zijn twee wenkbrauwpoeders. En dit zijn drie transformers. Ik ga ervan uit dat dat soort van die kleuren zijn die je nog op de oogschaduw doet. Om het er meer glans te geven of wat dan ook. Ja, en dan hieronder zaten die twee kwasten. Ik loop dus net heel blij te vertellen dat ik de bon bij de hand hou. En dan kan ik ook gelijk zeggen wat de prijzen zijn. Maar ik besef me nou dat hier op de bon bij alles van Essence gewoon staat make-up Essence. Dus alles staat make-up Essence, make-up Essence, make-up Essence. Er staat niet wat wat is, dus hier heb ik niet echt veel aan. Ik gok dat deze €8,99 was, want deze was het duurst. En dat is ook de hoogste prijs op de bon. Dus misschien kan ik van een paar dingen nog een beetje gokken. Dit is dus een vrij neutraal paletje. Wat bruine kleuren, roze kleuren. Dit zijn dan de enige drie felle kleurtjes. Maar je kunt hier best wel veel looks mee maken en veel neutrale kleuren. Dus qua kleuren is dit een heel goed paletje voor de meeste meiden. Ik maak heel veel ooglooks met cut creases. Ik maak wel verschillende cut creases, maar er zit bijna altijd wel een cut crease in. De laatste tijd krijg ik best wel veel berichten met of ik ook wat ooglooks kan maken zonder een cut crease. Want niet iedereen kan dat of heeft überhaupt zin om dat iedere keer te doen. Een cut crease is zo normaal geworden voor mij dat ik vergeet dat een cut crease maken niet per se normaal is. Dus ik ga gewoon vandaag een normale oogschaduwlook maken die wat makkelijker is en waar je niet helemaal een cut crease voor hoeft te maken. Nou, ik ga eerst deze bruine kleur pakken als transitiekleur. En deze kleur is dus een van de wenkbrauwpoeders, maar ik gebruik gewoon alles als oogschaduw. Ik heb mijn wenkbrauwen al gedaan, dus ja. Ja,
Je hebt dan dus ook nog deze donkerbruine kleur. Die leek mij iets te donker voor in mijn transitiekleur. Maar ik merk toch dat de kleur iets lichter uitvalt. Deze kleur valt iets lichter uit. Dus ik ga deze er nog gewoon overheen aanbrengen. Dan pak ik de donkste kleur uit het paletje. Dat is deze zwarte kleur. En die ga ik in mijn buitenste ooghoek doen. Wow, deze zwarte kleur, ik had die niet zo gepigmenteerd verwacht. Want die bruine kleuren waren niet echt heel goed gepigmenteerd. Dus ik dacht, ik pak gewoon lekker veel van die zwart, zal vast niks vanaf komen. Maar er komt echt best wel veel vanaf. Ik had echt iets minder moeten doen, maar ja. Nou is dat te laat. Ik doe dit echt alleen in de buitenste ooghoek, mensen. Oké, ik pak even die lichtbruine kleur van in het begin en ik ga er een beetje mee overheen. Want het was niet echt mijn bedoeling om voor zo'n donkere look te gaan. Maar ja, nou ben ik er al. It happened. Dus we gaan er wel wat van maken. Dan ga ik deze kleur pakken. Dit is een beetje een peachy-achtige glitterkleur. En die ga ik op mijn hele ooglid doen. Dit ga ik gewoon doen met mijn vinger. En dit doe ik gewoon zo op mijn ooglid. Ik heb nu wat kortere nagels dan normaal, dus nu gaat het ook wat makkelijker. Ik ga even mijn vinger nat maken met wat MAC Fix Plus om de kleur wat hopelijk wat heftiger te maken. Nou, dat had zeker nut. Het is nu zeker heftiger. Ik vind het heel mooi. Ik vind dit een hele mooie kleur. En nu ga ik er nog overheen met een kwast. En dan pak ik weer die donkerste bruine kleur en dan ga ik even dit uitblenden hier. Want er is echt zoveel lawaai buiten. Kijk, een cut crease is absoluut niet nodig. Je kunt ook gewoon zo je oogschaduwlook maken. Ik wil ook een van deze drie soort van oogschaduwtoppers gebruiken. Maar ik ben benieuwd wat voor effect ze hebben. Ik ga ze even swatchen op mijn hand. Nou, dit zijn ze dan. Twee zijn een beetje holographic. En de middelste is meer goud. Eentje is meer roze holographic. En de andere meer paars. Ik moet echt zeggen dat ik het echt heel leuk vind dat ze zo drie soort van die toppers in het paletje hebben gedaan. Dat maakt het paletje echt een stuk leuker. En ik pak even de gouden en die ga ik op mijn ooglid doen over die gouden oogschaduw. Om het ja, iets heftiger te maken. Ja, ik zie zeker wel verschil. Het maakt het echt iets mooier. Iets meer glanzender. Iets heftiger. Ook iets lichter. Dan pak ik weer deze fluffy kwast om het hier uit te blenden. Ik heb hier verder niks meer op gedaan. Ik blend het gewoon uit met wat nog op de kwast zit. Ja, ik vind het paletje echt heel leuk. Jammer dat er geen spiegel in zit. Maar maakt het persoonlijk nooit echt heel erg uit. Maar ik weet dat veel mensen het wel uitmaakt. Dit is een paletje van afgerond 9 euro. Super goedkoop, super veel kleuren. Deze drie kleuren maken het paletje echt nog leuker. Ook leuk dat ze dan dit als wenkbrauwkleurtjes hebben gedaan. Ik heb het gewoon als oogschaduw gebruikt. Pigmentatie is gewoon oké, is niet super super goed. Maar ik vind het gewoon echt een oké paletje, vooral voor de prijs. We zijn nog niet klaar met dit paletje, want er komt ook nog oogschaduw onder mijn oog. Maar dat gaan we straks doen. Ik ga nou verder met eyeliner. Ik heb er ook eentje weer gekocht van de Essence natuurlijk. Ik heb de Essence Liquid Ink Eyeliner. En zo ziet de applicator eruit. Gewoon zo'n heel dun kwastje. Is ook niet hard. Ik heb echt een hekel aan eyeliner kwastjes die hard zijn. Echt, ik ga het dan niet eens proberen. Ik vind dat echt zo vreselijk. Ik heb ook twee eyeliner pennen van de Essence. Eentje is waterproof, eentje niet. Ik vind ze allebei wel oké, maar ik vind de waterproof beter dan deze. Maar ze drogen belachelijk snel uit. En omdat de HEMA zo'n goede pen eyeliner heeft, raad ik deze niet aan. Omdat je gewoon beter die van de HEMA kunt kopen. Want deze drogen echt uit na twee keer gebruik. Deze ziet er heel goed uit, dus ik hoop dat hij gewoon een mooie wink gaat maken voor mij. Oké mensen, deze is echt heel goed. Deze is veel beter dan de Essence eyeliner. Dus iedereen gaat naar de Kruidvat, koop deze. Zal vast weer goedkoop zijn. Ik kan helaas niet echt zien op de bon. Zal vast iets rond 2 euro zijn. Deze brengt echt heel mooi aan. Hij maakt de wing ook echt heel scherp. Hij doet verder niks raars. Hij droogt ook mat op. Ik heb hier echt niks slechts over te zeggen. Deze eyeliner ga ik zeker, zeker vaker gebruiken. Dan mascara. Ik vind Essence mascara's altijd toppie. Mensen die mij al een tijd volgen, die weten dat ik deze twee geweldig vind. De Prinses mascara en de False Lashes mascara en dan de roze variant. Deze twee vind ik echt top. Ik vergelijk bijna alle mascara's met deze mascara's. Heel veel vallen ook af doordat deze twee zo goed zijn en zo goedkoop.
Maar omdat we vandaag allemaal nieuwe make-up proberen, heb ik natuurlijk ook een nieuwe mascara gekocht. Ik heb de Essence Volume Stylus Lash Extension Mascara gekocht. Ik zie nou ook dat erop staat with lengthening fibers. Ik stond er niet echt bij stil dat deze fibers had, maar ja. Ik zie Tati vaak zo een mascara van Essence gebruiken en zij vindt hem heel fijn. Ik weet niet of het precies deze is, maar hij lijkt er wel heel veel op. Dus ik hoop dat ik hem ook gewoon fijn ga vinden. En dan ga ik gewoon mijn wimpers mascaren. Ik maak er gewoon een werkwoord van. Mascaren. Kan dat, denk je? Ik weet niet echt of ik echt fibers zie. En ik heb echt hele korte wimpers. Nou, ik heb hem helemaal opgedaan. Jullie gaan vast toch niks zien, want ik heb een eyeliner op en ik heb gewoon hele korte wimpers. Ik zie hier wel iets. En ik zie dat hij heel veel volume geeft. Ik vind hem op zich gewoon wel goed, maar hij is wel een beetje klonterig. Hij maakt wel een beetje spinnenpootjes wimpers. Ik vind deze twee beter dan deze. Dus als ik een Essence mascara aan wil raden, dan gaat het deze twee zijn. Deze twee zijn echt toppie. Ik ga even snel neppe wimpers opdoen van de AliExpress. Mijn 3D minklashes die ik gewoon altijd opdoe en dan kom ik zo terug. Oké, nou gaan we verder met gezicht. Ik heb de Essence Fresh and Fit Awake Primer Healthy Glow and Pore Minimizing Effect. Nou, de Fresh and Fit Awake spreekt mij zeker aan, want ik wil er graag awake uitzien en vooral niet moe. En de Healthy Glow ben ik ook wel benieuwd naar, dus ik ben benieuwd of je echt een glow geeft. De verpakking ziet er in ieder geval wel gewoon goed uit. En het heeft een kleurtje, een beetje nude-achtig. Nou, ik ga lekker veel op mijn gezicht smeren. Ik denk dat ik weer te veel heb gepakt, maar het zal eens een keer niet zo zijn. Wow, mijn gezicht voelt een beetje warm ofzo. Hij maakt gewoon mijn gezicht warm. Nou, er is zeker een glow. Dat is wel te zien. Of voor de mensen die mij niet echt volgen of dit de eerste video is die ze zien van mij. Ik doe altijd heel veel crème op mijn gezicht. Ik overdrijf altijd met dagcrème en met primer en zo. Ik doe altijd super veel op omdat ik een hele droge huid heb. En ik het gewoon extra gehydrateerd wil. Vandaar dat ik altijd zo overdreven veel opdoe. Maar er is zeker een glow. Ik zie er echt uit als een of andere glimmende bal. Oh my god. Oké, mensen, wie houdt van een glowy look, moet echt deze primer aanschaffen. Hij plakt ook een beetje en hij ruikt heel lekker. Ik ben tot nu toe zeker positief over deze primer. Er staat ook dat hij je poriën minder maakt. Ik weet niet echt of je dat doet. Maar er is zeker een glow en ik vind hem ook zeker verfrissend. Dus ja, voor mij is het zeker een duimpje omhoog voor deze primer. Oké, nu komt waar ik een beetje tegenop zie en dat is foundation, want ik ging naar de Essence. Ik weet dat Essence iets van 4 verschillende foundations heeft. En ik dacht bij mij, ik ga lekker vroeg naar de stad. Rond 11 uur ben ik gegaan. Ik dacht, dan is het niet druk. En dan ligt alle make-up er nog. Nou, was I wrong? Ik kom naar binnen en de schap van gezichtsmake-up van Essence is bijna helemaal leeg. En er was nog maar één foundation. En dit is een foundation waar ik niet echt hele goede verhalen over heb gehoord. Dus ik ga er een beetje in met een slecht vooroordeel, maar dit is de Essence Soft Touch Mousse Matte Foundation in de kleur 01 Matte Sand. Ik heb nog nooit een mousse foundation gebruikt. Dit wordt de eerste keer voor mij. En ja, heel veel mensen vinden deze gewoon echt heel slecht. Maar ik hoop dat ik hem gewoon goed vind. Ik heb heel vaak gehad dat er een make-up product is die heel veel mensen heel goed vinden. Zoals bijvoorbeeld de L'Oreal Lash Paradise Mascara. Ik vind die echt vreselijk. Dus het kan zijn dat ik hem gewoon echt toppie vind. Maar dat gaan we zo meteen zien. Ik ga hem gewoon even opdoen. En ik pak gewoon zo een beetje Mimicast foundation eruit. Er zijn hier iets van 4 kleuren van ofzo. Maar veel waren ook uitverkocht. En ik wilde eigenlijk de iets donkerdere kleur. De kleur die dus hierna komt wilde ik. Maar die was uitverkocht. Dus of ik moest de iets donkerdere pakken of de iets lichtere. Ik ben dus gewoon gegaan voor de wat lichtere. Hij is inderdaad vrij licht. Maar ik hoop gewoon dat het wel gewoon werkt. Ik moet wel zeggen dat ik het wel lekker makkelijk vind om zo bij mijn kast gewoon erin te gaan en aan te brengen. Dat gaat wel lekker snel en ik hou er altijd van dat het wat makkelijker gaat. Ik ben echt een persoon, ik kan iets heel goed vinden en dan gewoon niet gebruiken puur omdat het aanbrengen mij te veel moeite kost. Nou, hij is in ieder geval zeker mat. Hij is echt heel mat. Hij is wel echt te licht voor mij. Maar ik ga gewoon straks een beetje bronzen en dan komt het wel goed hopelijk. Nou, de kleur is echt te licht. Kijk mijn huid en mijn nek. Maar ja, ik heb hem gewoon helemaal aangebracht. Zoals ik al zei, hij is zeker mat. Hij brengt super makkelijk aan. A little goes a long way. Je hoeft echt niet veel te gebruiken. Ik ben er echt maar heel lichtjes in gegaan en heb het op mijn gezicht gesmeerd. Ik vind hem alleen te dik op mijn gezicht.
Hij is te cakey. Ik vind het niet mooi. En ik heb echt niet veel gebruikt. Ik heb echt gewoon een beetje zo erin gestippeld en aangebracht. En ik heb echt maar één laag aangebracht. Maar ja. Ik vind hem niet heel slecht. Dat mensen hem echt zo slecht vonden, vind ik echt heel erg... Ja, ik wil niet zeggen overdreven, want misschien is het voor hun echt heel slecht. Elke huid is anders, maar persoonlijk voor mij is hij niet heel slecht. Ik vind hem alleen vrij, ja, dik. En ik heb niet eens heel veel aangebracht. Laat staan als je wat meer aanbrengt. Maar ja, dit is dus voor mij niet per se een aanrader. Ik zit een beetje tussen ja en nee in. Dan heb ik concealer. Dit was de laatste, dus ik hoop dat de kleur goed is. Dit is de Essence Stay All Day 16 Hour Long Lasting Concealer. Hier zit 7 ml in. Dat is heel veel, wat in een gemiddelde concealer zit ongeveer 6. De applicator ziet er ook gewoon goed uit. Dus ik ga hem gewoon even aanbrengen. Volgens mij is hij veel te licht. Oké, de foundation is te licht, de concealer is te licht, alles is te licht vandaag. But I can still make it work. Ik vind het wel echt heel kut dat echt bijna alles niet in de schappen lag. Ik ben echt expres vroeg gegaan. Plus ik ben naar de grootste kruidvat gegaan die er is in mijn stad. En nog waren bijna alle schappen leeg. Bij Essence was vooral de schap met huidproducten leeg. Dus dat vind ik wel echt jammer. De kleur is op zich best goed. Ik hou wel van zo'n licht. Hij is in principe te licht eigenlijk, maar ik vind dat ook mooi. En uitblenden. De concealer is in principe oké. Er is niet echt heel veel dekking, maar daar mag ik niet over klagen. Want op de concealer staat voor een natural complexion. Dus dat hij een natuurlijk effect heeft en dat heeft hij ook echt. Maar dat betekent ook dat er niet veel dekking is. Heb jij veel wallen, gaat deze niks doen voor jou. Ben je een beetje als mij en heb je niet echt wallen of donkerheid onder je ogen, dan is hij gewoon oké. Als hij niet creased, dan is het gewoon prima. Ik ga even mijn gezicht baken, want er zijn geen losse poeders van Essence. En mijn gezicht en mijn neus contouren. En dan kom ik zo terug. Nou, ik heb gebaked en mijn neus gecontoured. In principe, als je hebt gebaked, kun je gewoon klaar zijn. Maar ik ben echt heel extra. Ik doe ook nog altijd een brightening poeder onder mijn ogen nadat ik heb gebaked. Je hoeft echt niet allebei deze dingen te doen. Je kunt gewoon of baken of de brightening poeder gebruiken. Ik heb er ook weer eentje van Essence. Deze had ik al. Dit is de Essence Brighten Up Banana Powder. Mensen, deze is echt toppie. Hij heet ook echt Brightening Powder. En dat doet hij echt. Hij maakt hier onder je ogen echt heel licht. En dat is echt super mooi. Deze gebruik ik echt heel vaak. Ik weet niet hoe vaak ik echt kan zeggen in een zin. Maar ik heb het echt al een paar keer gedaan. Wat ik dus altijd doe. Als je niet veel van wilt aanbrengen, kun je gewoon een kwast gebruiken en lichtjes onder je ogen gaan. Of je pakt een beauty blender of welke sponge je ook hebt. Ik ga er altijd gewoon zo in en dan breng ik het zo aan onder mijn ogen. Kijk, het is echt een verschil. En dit maakt het dan zo super mooi licht onder je ogen. Er zullen nou vast een paar van jullie denken van, oh mijn god, wordt het niet super droog onder je ogen en super cakey met al die lage poeder. En het enige wat ik daarop heb te zeggen is, dat klopt. Dus hierna doe ik ook altijd veel MAC Fix Plus. En dan is dat probleem eigenlijk opgelost. Maar deze is zeker een aanrader. Hij is echt super mooi. Echt, ik kan hier niet enthousiast genoeg over zijn. En dan altijd even wat MAC Fix Plus. En dan doe ik de MAC Fix Plus altijd een beetje zo indrukken. Oké, we gaan nou even snel de ogen afmaken. Ik ga deze twee kleuren door elkaar mixen. En die ga ik op mijn onderste wimperrand aanbrengen. Oh, ik ben echt zo wit. Ik moet echt snel gaan bronzen, joh. En dan wat me wel leuk lijkt om te doen is om deze holographic kleur in mijn binnenste ooghoeken aan te brengen. Ik doe niet te veel, gewoon een klein beetje. En dan nog wat mascara op mijn onderwimpers en dan ben ik klaar. Nou, op mijn onderwimpers is deze echt super mooi. Hij maakt ze echt heel vol en helemaal niet dat spinnenwebachtige dingetje. Ik vind deze echt heel veel. Echt, Essence mascara's falen nooit. Ook deze is gewoon echt geen faal. Ze zijn gewoon tot nu toe echt allemaal fijn. Oké, wat ik maar echt al een tijdje heb willen doen is mijn gezicht bronzen omdat het zo licht is. Essence heeft een bronzer, maar die hele schap was leeg. En ik zag gewoon staan bronzer en het was helemaal leeg. En ik dacht bij mijn eigen, ik moet echt een bronzer hebben. Er was nog wel gezichtspoeder, dus ik heb gewoon de donkerste gezichtspoeder gepakt. En ik hoop daarmee te kunnen bronzen. Dit is de Essence Mosaic Compact Powder in de kleur 01 Sunkissed Beauty. De kleur is alsnog best wel licht, maar dit was de donkerste. En je hebt hier wel echt wat donkere plekken tussen. Ook al is het wel minder dan de lichte plekken, maar whatever. Er zit ook een lichte glitter overheen, dus het is niet mat. En ja, ik ga gewoon even proberen hiermee te bronzen. Nou, op zich lukt het wel. Ik heb het nou hier wel gedaan en hier niet. Je kunt wel echt zien dat het hier nou wat donkerder is.
Het is niet echt heel donker. Ik persoonlijk hou van een hele donkere bronzer. Dan ben ik lekker gebronst. Maar het is gewoon prima. Op zich lukt het wel. Hij blendt ook gewoon mooi. De glitter is niet too much. En ja. Dus mocht je hiermee willen bronzen, kan gewoon. Ik vind het een hele fijne poeder. Hij blendt echt heel makkelijk. De kleur is ook heel mooi. Ja, ik ben hier zeker wel positief over. De poeders van Essence doen het tot nu toe heel goed. Ik doe nou ook echt een beetje extra, omdat de foundation dus te licht was. En als je gewoon lekker veel bronst, valt dat helemaal niet meer op. Terwijl ik me aan het opmaken ben ik ook nog steeds even aan het kijken naar de foundation en concealer. Of ze niet aan het breken zijn op mijn gezicht. Want die dingen gebeuren echt al terwijl je nog aan het opmaken bent. Zo snel gaat het af en toe. En ik moet zeggen dat en de foundation en de concealer niet aan het breken is. De concealer creased ook niet. De foundation zit op zich nog steeds goed op mijn huid. Nadat ik de Fix Plus heb gesprayed. Ziet het er ook niet meer zo dik uit. Ik vind die foundation en concealer echt niet heel slecht. Het enige wat ik dan kan zeggen dat minder is aan die concealer is dat hij niet veel dekt. Maar niet iedereen wil altijd die volledige dekking. Sommige mensen willen gewoon een beetje concealer om het gewoon iets lichter te maken en er gewoon iets beter uit te zien. En daarvoor is hij echt ideaal. De prijs is ook echt heel laag. Dan is het tijd voor blush. Ik heb de Essence Matte Touch Blush in de kleur 20 Berry Me Up. Dit is een matte blush. De kleur leek mij heel mooi. Je had een aantal kleurtjes hiervan. Voornamelijk best wel roze. En ik vond deze er wel mooi uitzien, een beetje zomerse kleur. En die ga ik gewoon even opdoen. Vooral bij dit soort ooglooks, van die bruinige, meer alledaagse ooglooks, is het heel mooi om zo'n kleur blush erbij aan te brengen. Om toch een beetje kleur in je gezicht te brengen. En ook de blush is weer heel mooi. Essence doet het echt goed, mensen. Ik vind bijna echt alles wel gewoon goed. De blush, ja, de kleur is gewoon echt wat ik had verwacht. Ik vind het een hele mooie kleur. De kleur is niet te heftig, ondanks dat het er altijd wel een beetje heftig uit kan zien. Nee, het blendt ook gewoon mooi. De pigmentatie is ook gewoon perfect. Niet te veel, niet te weinig. Hij is gewoon mat inderdaad, zoals er ook op staat. Ik vind deze ook gewoon een aanrader. Ik ben even met poeder de blush wat strakker aan het maken. Dat doe ik altijd. Nou komen we aan bij het gedeelte die de meeste mensen heel leuk vinden. En dat is highlighter. Ik heb de Essence Glow To Go Highlighter Palette. Ik had deze nog nooit gezien bij Essence. En er staat ook opnieuw. Dus ja, hij is nieuw. Ik vind ze er heel mooi uitzien. Ik ga even een paar kleurtjes swatchen op mijn vingers. De swatches zijn ook heel mooi. Ik vind het er heel goed uitzien. Ik heb het ook even op mijn armen gedaan. Ja, ik vind het er heel goed uitzien. Ik ga even wat kleurtjes opdoen. En ik pak deze licht gouden kleur en die doe ik op mijn jupinderen. Dit paletje kostte, by the way, 5 euro afgerond. Het is 4,95 euro. Dus ook weer super goedkoop voor 4 kleuren. Oh mijn god, dat is echt heel mooi. Wauw. Het blendt ook gewoon zo mooi in met mijn huid. Het is niet zo poederig en de glitters zijn ook niet te grof of zo. Nee, ik vind hem echt heel mooi. Dan pak ik deze lichte roze kleur en die doe ik op mijn neus. Ook weer echt heel mooi. En dan pak ik weer deze kleur en die ga ik in mijn binnenste ooghoeken doen. Altijd als ik nieuwe make-up test, wil ik altijd zoveel mogelijk ervan proberen. Vandaar dat ik nou zoveel kleuren aanbreng. Echt heel mooi, mensen. Deze is echt heel mooi en super goedkoop. Ik raad deze zeker aan. Wat ik ook aanraad, ik had die al. En dat is de Essence Baked Metallic Highlight Glow. Deze is echt wauw. Deze is echt blinding. Als je echt gaat voor heel heftig, is deze echt geweldig voor jou. Als je gaat voor iets minder heftig, maar wel echt heel mooi, is deze ook iets voor jou. Ik vind deze twee echt top. Essence doet het echt heel goed qua highlighters. En dan als laatste lippen. Ik heb al een paar Essence lipsticks. De gewone lipsticks. Vooral de matte vind ik heel fijn. Ik ga het even laten zien. Dat zijn deze. De mat. Deze zijn echt toppie. Ze zijn echt heel mooi. Ik heb ook een foto waar ik deze op heb. Ik zal die even hier ergens in het scherm plaatsen. Dus ja, om dan weer zo'n normale lipstick aan te schaffen is ook een beetje stom. Dus ik dacht, ik schaf iets aan van Essence dat ik nog niet heb gebruikt. En dat is de Essence Color Boost Vanillicious Liquid Lipstick in de kleur 03 Pink Interest. En ik breng die aan met een lippotloodje. Dit is de Essence Soft Contouring Lip Liner in de kleur 07 Lost in Love. Nou, deze bracht weer heel creamy aan. Ik weet al van de Essence lippotloden dat ze geweldig zijn, want ik heb er al best wel veel. Essence lippotloden zijn echt aanrader nummer 1. Echt, ik weet dat ik nou echt al bijna alles aanraad, maar het is allemaal gewoon zo goed. Maar deze is echt heel goed. Nou ga ik deze aanbrengen. Het ziet er echt heel cute uit. Het is net alsof je
snoep hebt. Alsof je, er was dus vroeger zo'n snoepje en die zag er dus zo uit. En die was ook een beetje liquid. En dan kon je zo drukken en dan kwam er zo van die soort van kauwgom uit. En daar doet mij dit aan denken. Oké, goed verhaal, lekker kort. Oh, het is met een... Oké, ik dacht dat je dit er gewoon zo uit squeezed en je dan gewoon aanbrengt. Ik weet niet waarom ik dat dacht, maar je hebt dus gewoon een applicator. Oké. Oh, het is wel echt heel roze. Ik had het niet zo roze verwacht. Kijk, het is niet dezelfde kleur als de verpakking. Die is echt iets donkerder. Dit is wel echt heel heftig, oké. Oké, de kleur is echt heel heftig. Ik hou echt niet van dit soort kleuren. Ik had hem echt meer nude verwacht, eerlijk gezegd. Hij moet nog mat worden als het goed is. Ja, of niet? Er staat gewoon liquid lipstick. Maar liquid lipsticks zijn meestal mat. Vinyl, vinyl finish. Ik weet niet wat voor finish dat is, maar volgens mij is hij niet mat. Volgens mij is het gewoon dit. Hij bracht wel gewoon fijn aan. Dus ja, ik vind hem wel gewoon oké. Maar ik zou zeker de volgende keer een andere kleur halen. Want deze kleur is echt te Barbie voor mij. Maar ja, dit is ook gewoon een look. Ik vind het niet echt heel lelijk of zo. Nou, dan nog iets van Essence. Wat ik niet vandaag ga uitproberen, maar ik heb die al thuis. En dat zijn de Essence Shine 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 lipglossjes. Geweldig, geweldig. Vooral als je voor die hele wet look lipgloss gaat. Deze zijn echt top en ze plakken niet niks. Ze blijven ook gewoon lang zitten. Deze zijn echt ook een aanrader weer. En dan als laatste blijft over setting spray. En ik heb de Essence Keep It Perfect Make-up Fixing Spray. Nou, er staat dus op dat je hem eerst moet schudden. Er staat niet op dat het je make-up lang laat zitten of zo. Het is ook geen setting spray, het is een fixing spray. Dus ik denk niet dat hij je make-up lang gaat laten zitten. Maar ik denk wel dat hij het minder cakey maakt. Dat is ook wat een fixing spray hoort te doen. Dus ja, ik ga hem gewoon even opdoen. Ik hoop dat hij fijn is. Want als deze fijn is, ben ik echt klaar met MAC Fix Plus. Ik vind MAC Fix Plus zo duur. Maar ik moet het altijd halen, omdat het gewoon echt de beste fixing spray is die ik tot nu toe heb gebruikt. Ik vind hem heel refreshing. Hij spreekt ook fijn. Maar hij geeft wel echt van die... ja, druppels. Als jullie snappen wat ik bedoel. Er zitten nou echt wel van die druppels op mijn gezicht. En dat doet MAC Fix Plus niet. Ik ga even nog meer opdoen. Oké, ik ben nou wel uitgespreid. Is hij beter dan MAC Fix Plus? Nee, niet echt. En dat komt omdat deze veel meer druppeltjes geeft. Is hij het waard voor de prijs? Dat wel. Hij is gewoon lekker verfrissend. Misschien ook fijn om op je gezicht te sprayen voordat je make-up opdoet. Dat is gewoon om even je huid wakker te maken. Maar dit was dan de look. Nou, dit was dan het einde van de video. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik heb weer goed mijn best gedaan om alle make-up uit te proberen en uit te leggen. In principe is er niks waarvan ik zeg nee, niet doen. Wat ik wel heb is dat er een aantal producten zijn die er op een positieve manier echt uitspringen. En dat is vooral deze highlighter palette. Deze is echt geweldig. Ik vind die glow super mooi. Het gaat ook echt heel mooi zo in je huid. Waardoor het niet lijkt alsof het erop zit. Dus deze springt er zeker uit. De primer vind ik ook echt heel goed. Het is echt een hele mooie glow. Hij deed niks geks. Hij doet gewoon echt wat er hierop staat dat je doet. Het enige waar ik over twijfel is de minimizing pores. Ik weet niet echt of je dat deed, maar voor de rest vind ik deze geweldig. Ik ga hem zeker vaker gebruiken als ik voor een glowy look ga. Speciaal voor mij is het fijn, want ik heb een hele droge huid. Dus dit soort primers zijn altijd extra fijn. En dan de Essence Bright Up poeder. Deze is echt geweldig. Nou, al met al was het een hele positieve video. Dus mensen die me al een tijd volgen weten dat ik altijd heel erg eerlijk ben. Vind ik iets niks, zeg ik het ook gewoon. Of ik het nou heb gehad of heb gekocht. I don't give a F. Ik zeg gewoon wat ik ervan vind. En deze make-up was echt een shocker. Het was echt super positief alles. Alles was gewoon, ja... yeah. Oké. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Vergeet ook niet op het belletje te klikken naast abonneren. Anders zie je niet altijd gelijk mijn video's. En als je op het belletje klikt, zie je altijd zeker al mijn video's. 2 keer in de week. Elke dinsdag en zaterdag om 1 uur. En ik post ook heel veel op Instagram. Ik plaats daar elke dag een video of een foto. Altijd beauty gerelateerd. Dus volg me ook vooral daar als je dat leuk vindt. Er komt ook een winactie aan. Dus er is echt van alles gaande. Dus stay tuned en dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doei!